Dus deze misschien. Oh, wat een prachtige paas. Ja. Mike Arendt, rustig blijven. Mike Arendt. Ja! Oh. Nee, wat een atleet is dit dan. Oké, dames en heren, wij zijn heel erg welkom om een hele plezierige wedstrijd toe wensen. Veel plezier. Alles in orde bevonden door de scheidsrechter Stan Smit. Dat betekent dat de wedstrijd is begonnen. Roland Baas. Wederom. Nou. Alert gereageerd door de keeper Farid Mesut. Alle wedstrijden tot nog toe 0-0. Ook de half drie wedstrijden. Dovo, Excelsior en Huizen, Ajax. Nick van Hilton. Gelanceerd aan de rechterkant. Met zijn rechtervoet zet hij de bal voor. Ja, wat? Oh, nou. Het was een doeltrap. Ja. Ze spelen allebei echt met een idee. Het is niet opportunistisch. Het is echt schaken een beetje. Hè? Ja, maar ja, op zich, absoluut. Ik jou zo vermakelijk wel om naar te kijken. Ja. En denk ook over DVS. Deze misschien. Oh, wat een prachtige paas. Mike Arendt, rustig blijven. Mike Arendt. Ja! Nee, wat een atleet is dit dan. Hebben wij weer. Postma gaat er vandoor. Samen met Deuling. Goeie bal. Dit is bloedlink. Ongelooflijk goed opgelet door Nicky van Hilton. Voordat Tom Prinsen daar gevaarlijk kon worden. Ik denk dat Tom Prinsen dat was. Ja, weet ik wel zeker. Ja. Dat is een mooi balletje. Ja, prima. Ver inworp. Dijkstra, Deuling. Iemand moet van de bal aflopen. Wat een enorme kogel. Wat een prachtig doelpunt van Tom Prinsen. Waarbij Joram Hendricks zich afvraagt of het wel een goede ingooi was. Hij kwam over de lijn volgens Joram Hendricks. Maar wat een prachtig doelpunt. Ja, kijk. Ja, hij raakt hem dat zo doe je effectief. Ja. En de spelers maken zich op. Sterker nog, we zijn begonnen aan de tweede helft van DVS tegen Harkemaasse Boys. De gasten staan 1-0 voor. En DVS moet aan de bak vandaag. Druk van drie man, wordt van de bal afgelopen. Goed, Ian van Otterlo. Van Otterlo kijken naar Van Hilton. Nu is het schot van Rick Dekker. Nou ja, vanaf die positie lukt het een beetje om de goal af en toe te zoeken. Sam de Wit staat erbij. Ik denk dat Sam of Mike Arends dit gaat doen. Komt hij, Mike Arends. Oeh, nou. 20 centimeter, denk ik. Boven de deklat. Ik denk alleen wel dat hij niet hard genoeg zou zijn. De keeper had zicht op de bal. Goed verwerkt door de DVS'ers. Roland Baas nu. Nou, supporters willen wat zien van DVS. Bal gewipt over Postma heen. Roemeon, poosje niet meer gezien. Arends, bal niet helemaal lekker geraakt. Ai, daar was Yannick Bouw. Mooi moment voor DVS. Laat het zien. Bal richting Siali. Kwam net 10 centimeter te kort om een beetje naar beneden te knikken. Goed, heel klein tikkie. Goed, Mark Arends. Terugverdedigen noem je dat. Siali. Hij heeft wel heel krachtig lijf. Kunnen nog wel een paar onsjes af. Dat wel. Mike Arends. Siali! Ja! Kijk! Siali! Ja. Toch een goede wissel. Oussama Siali! Nou, hij drukt zijn stempel met een goede invalbeurt. Ja, heerlijk. Oussama Siali. Hij maakt een belangrijke goal voor DVS. Had meer van ze verwacht. Het is toch een
Lekkere, slimme voetballer. Oussama Siali. Maarten dacht, nou, dat kan ik ook. Roemeon. Publiek gaat erachter staan. Benjamin. Ja, die gaat zien. Trek naar binnen. En schiet. Oh, jammer, jammer, jammer. Drie man rondom de 16 voor de afvallende bal. Dijkstra zet hem voor. Wie is daar? Sam de Wit, onze aanvoerder. Krijgt hij nog een poging. Dijkstra, die is wat hard. Maar daar is Koïda. Aanname een beetje achter hem. Bal nog een keer voorgezet. Oeh, helemaal vrij. Jongen, jongen, jongen. Nou, daar hebben we mazzel. Want het is Joris Adams die meer ruimte had dan dat hij dacht. Of nee, het is Gerben Jullens. DVS volgende week om 2:30 de uitwedstrijd in Haaksbergen tegen HSC. Dan in de week daarna spelen we thuis tegen Dem. Dus nou, dit verdict is een 1-1 vandaag. En het is een mooie wedstrijd die we gezien hebben. En we hopen dat je ervan genoten hebt.